Beste mensen, voor u staat een vechter. Eén exemplaar uit een schare van vele duizenden vechters. Vechters tegen kanker. De grote, boze meneer K. Vroeg of laat worden we allemaal in onze omgeving geconfronteerd met dat heerschap. In mijn leven baande hij zich langzaam maar zeker een weg. Een grootmoe, twee tantes, een oom, de eerste slachtoffers vielen in de generaties voor mij. Maar dan, totaal onverwacht, nam hij mij in het vizier. De vijand chargeerde pal mijn richting uit. Nauwelijks 40 was ik toen K uithaalde. Een kwaadaardige tumor in mijn linkerborst. Een agressieveling die een blitzkrieg tempo ook een race in klieren wist in te palmen. Die diagnose sloeg in als een bom. Maar ook zonder mij zou de aarde onverstoorbaar haar baantjes blijven draaien, dat wist ik. De overtuiging dat ik toch nog onmisbaar was voor het opvoeden van mijn trio tienerzonen leverde me krachtige brandstof voor de strijd. Het arsenaal aan kankertherapieën richtte onvermijdelijk ook ravage aan in het eigen kamp. Maar vrienden en familie vormden samen een stevig schild tegen psychische schade. Er was altijd wel een schouder om op uit te huilen. Er was altijd een oor dat begripvol luisterde naar alle versies van mijn rampenplan. De donkerste maanden werden verlicht met kleine attenties. Het gezelschap van lieve mensen. Hun diensten als chauffeur naar het ziekenhuis. Het strijdgewoel bedaarde langzaamaan. Maar na zo'n aanvaring met meneer K. blijf je toch altijd een strijder. Amputatie, klierenruiming, chemo, bestraling, hormoontherapie. Ze laten allemaal flink wat oorlogsschade na. En dan is er nog de onzekerheid die lang blijft. Het vredesbestand is broos. En ja, meneer K. legde zich niet bij zijn nederlaag neer. Na een staakt het vuren van 14 jaar haalde hij plots dubbel uit. Hij graaide mij weer stevig vast. Die andere borst moest er ook aan. In zijn andere klauw hield hij mijn dierbaarste maatje geklemd. Mijn 4 jaar jongere zus, een schat van een vrouw. Daar lagen we dan samen in de lappenmand. 2 halfjes vormen samen 1 sterk geheel, zo grapten we dapper. Het werden heel intense maanden. Ja, we hebben samen traantjes gelaten, maar niet meer dan een paar. We zonden kracht door naar elkaar, berichtjes die bol stonden van genegenheid. Geen klefheid, geen melodrama. Wat we elkaar te zeggen hadden, stond woordeloos tussen speelse regels. Het hing te gonzen tussen ons als we op een rustig plekje genoten van de natuur, mekaars gezelschap. We vierden samen nog mijn 55ste verjaardag. Dat minieme stukje taart kon zij nog nauwelijks de baas, maar het lukte, want ze wou nog zo graag en graag nog heel lang. De volgende dag is zij zachtjes weggegleden. Nog geen 1/2 jaar na de diagnose. Longkanker. Heel agressief uitgezaaid. Sinds die dag voel ik mij verweest. In de strijd met K verloor ik een paar lichaamsonderdeeltjes. Maar eerlijk waar, het kan me weinig deren. Voortoen zonder mijn soulmate, dat voelt pas echt als een amputatie. 20 jaar zijn verstreken sinds mijn eerste veldslag. Ik mocht mijn zonen zien volwassen worden en ik heb 2 schatten van kleindochters. Toekomststromen konden opnieuw worden opgebouwd. 20 jaar.
Een mijlpaal om bij stil te staan. Ik ga geen kaarsjes uitblazen. Maar allemaal samen steken we er zoveel mogelijk aan. Om alle overwinningen te vieren. Om te herdenken wie er niet meer bij kan zijn. En om te tonen dat wij allemaal vastberaden op de barricade staan om de slagkracht van de ziekte in te dijken. Kaars per kaars ontsteken we samen het licht van de hoop.